Oké, goedemorgen. Het is 9:10. Het busje vertrekt om 9:00. En dan ga ik weer terug naar Chiang Mai. Oké, ik zit nu in het busje. Ik heb er zin in. Ik heb kotzakjes meegenomen. Oké, het is nu 10:30. Even een pauze. De laatste tijd is het heel helder hier in Chiang Mai. Je kan de berg heel mooi zien. One. First. Midtown Hotel, you know? Yeah, Midtown. Oké, weer heel even terug voor korte duur in Chiang Mai. En dan ga ik weer door naar een nieuwe bestemming. En dat hou ik nog even geheim. Ik ben hier voornamelijk om mijn immigratiestempel op te halen, zodat ik hier 45 dagen langer in Thailand kan blijven. Ik las in de reacties dat ik in het noorden momenteel nu niet goed zit. Oh fuck, die airco staat nog aan. Zoveel dingetjes waar je aan moet denken. Ik las in een reactie dat ik in het noorden momenteel verkeerd zit in Thailand. Het is niet het seizoen om nu hier te zijn. Dus daarom ga ik nu ook naar het zuiden. Dat is het enige wat ik erover kwijt wil. Maar ik zit in het noorden, dus het is ook wel logisch dat ik dan naar het zuiden ga. Ik ben al een tijdje gestopt met koffie drinken bij de 7-Eleven hier zo in Chiang Mai. Want ik kwam er dus achter dat er mieren in mijn koffie zaten. Eerst dacht ik dat het koffie-extracten was of zo, of iets. Ik verzon iets in mijn hoofd. Maar later ging ik dus die automaat bekijken en toen zag ik allemaal mieren zo eromheen lopen. En toen dacht ik, ah nee joh, ik zit gewoon koffie te drinken met mieren al een tijdje. Bedelaars ook weer tegen. We zien ook weer van hé, hij is terug. Blijf niet bezig. Maar ik heb net even stiekem wat opnames gemaakt. Heel kort even snel. Zie je die beestjes lopen. Er lopen er nog veel meer, maar ik vind het heel ongemakkelijk om dat te filmen. Waar die mensen vlakbij zitten te werken. Ja, is niet zo fris hè. Dit is al een hele tijd zo en sindsdien haal ik ergens anders koffie. Ik baal soms dat mijn kanaal niet groeit, maar dan kom ik een dakloze tegen en dan weet ik weer bij mijn eigen. Dat zit nou te jammeren. Weet je, ik hoef in ieder geval niet om voedsel te vragen. Ik hoef in ieder geval niet elke dag te schooien. De dakloze mensen houden mij bij de les. De westerse vrouwen zijn sowieso wat moeilijker als de Thaise. Bij de Thaise kun je een beetje fouten maken, je kan een beetje klungelig zijn, je kan af en toe niet uit je woorden komen, je kan ongemakkelijke situaties hebben. Dat maakt bij die Thaise vrouwen vaak helemaal niet uit. Ik vind het wel prettig dat ik wat meer, ja, dat ik helemaal niet perfect hoef te zijn, dat ik een beetje een kneusje kan zijn. Ja, in plaats van dat ik dan meteen die oordeel krijg van nou, een zekere jongen, ik hoef hem niet hoor, of weet ik veel. Het is gewoon, de westerse vrouw is heel kritisch. En de Thai girls zijn wat minder kritisch en die zijn wat sneller tevreden en dat is gewoon prettig. Als je alleen op reis gaat, betekent dat ook dat je vaak alleen bent. En soms ontmoet je iemand en dan raak je heel close mee en dan
raak je weer alleen en dan wil je weer heel snel met iemand connecten. Ik was me, toen ik die ruit doorsloeg, daarvan niet echt van bewust. Dat ik me aan het verzetten was tegen mijn eenzaamheid. Je moet je gewoon eraan overgeven en accepteren dat je alleen bent. Als ik nu een connectie heb met iemand, zal ik dat meer waarderen als voorheen door deze eenzame periode. Ik wil niet weggaan uit Chiang Mai voordat ik dit heb gedaan. Wait. Oké, daar komt ie. Ah nee, op mijn hoofd ook nog, hè? Oeh. Ik scheid ze. Thank you. Nou gaan we eens even controleren. Daar zie ik er al één. Nou moet de schuim nog wegtrekken. Zie je al die zwarte stukjes? Dat zijn allemaal mieren. Super nasty.